Het is mij gevraagd om iets te vertellen over de financiën. Als je naar de financiële situatie van Kruijbeke kijkt, dan kan je het in ene zin samenvatten. Wij hebben meer geld nodig dan dat we binnenkrijgen, of we geven meer geld uit dan we binnenkrijgen. Als je dat in een huishouden vertelt, dan weet je dat er financiële problemen komen. Nou, wat is de situatie nu? De gewone begroting, heet dat in het jargon, de gewone begroting, het geld dat we nodig hebben om onze personeel te betalen, om een rechtssubsidies uit te betalen, om de gewone werking te gaan doen, dat geld dat we binnenkrijgen, om dat te kunnen doen, is te weinig. Dus we hebben een structureel tekort in onze gemeente van, moet dat gedraaid of keer, tussen de 1 en 3 miljoen euro per jaar. Dat is tot nu toe opgelost geweest op twee manieren. Het is opgelost door de reserves aan te spreken, dus het geld dat op de bank stond bij wijze van spreken, dat is allemaal opgebruikt. Het tweede deel is opgelost door eenmalige maatregelen. Wat is een eenmalige maatregel? Kruijbeke heeft zoals veel andere gemeenten zijn riolen verkocht. Heeft er een miljoen euro voor gekregen en dat hebben we gebruikt om de begroting rond te krijgen. Kruijbeke heeft het rusthuis in Pelmonde verkocht. Dat geld hebben we gebruikt om de begroting rond te krijgen. Op deze manier heeft Kruijbeke het uitgehouden tot en met 2012. Maar na 2012 komt 2013 en iedereen die op een eerlijke manier aan politiek doet, en ik wil het ook benadrukken, degenen die binnen 6 jaar hier nog zullen zitten, ik hoop er ook nog bij te zijn, die moeten dan hetzelfde kunnen zeggen als vandaag. En de eerlijke politiek die dwingt ons te zeggen, Kruijbeke zal het met minder moeten doen in de toekomst. Dat is gewoon een feitelijkheid. Dus vandaar dat Tina daar juist zo gezegd heeft van, wij kunnen al die dingen verlopen. Dat is heel leuk om te zeggen een heel lijstje van 10 projecten, maar dat zal niet gaan. Dus de financiële situatie is in die zin zeer ernstig, dat we eigenlijk niet meer rondkomen om de gewone dingen te betalen en dat we structureel zullen moeten gaan besparen. Dat zullen we dus moeten doen en het volgende bestuur zal dat moeten doen. En tegelijkertijd zal het volgende bestuur op een slimme manier moeten investeren. En dat betekent dat je keuzes moet maken. Keuzes in projecten. Een jeugdhuis of een jeugdproject versus een sportaal. Een bepaalde investering in één straat of een andere straat, een fietspad daar, dat zijn keuzes die zullen moeten gemaakt worden en dat zal het volgende bestuur moeten doen. Dus alsjeblieft, ga niet mee in het verhaal dat er geen einde is aan de beloftes. Er is een ongelooflijk einde aan en als je een eerlijke politiek wilt doen, dan zul je dat moeten geloven. En in die zin gaan we dat ook eerlijk zeggen als je brood hebt. Wij gaan moeten besparen en we gaan correct doen en we gaan zorgen voor slimme investeringen. Dank u wel. Ik zou er nog iets aan willen toevoegen. Hij zegt het over de keuzes maken. Wij zeggen het in ons programma, wij gaan prioriteiten stellen. Echte prioriteit. Die dingen voorop stellen die we eerst willen doen met het geld dat we voor handen hebben. En dan zien wat we nadien kunnen aanpakken. En daar bestaat een systeem vanuit de overheid. En dat is vanaf 2014 verplicht om in elke gemeente toe te passen. Dat is een planningsinstrument. Een planningsinstrument dat we koppelen aan budget. Plannen, budgetteren. Zodanig dat we eigenlijk uitkomen op een zuinig beleid. En dat is wat CD&V wenst te doen. Vrij eenvoudig, we zijn begonnen in de jaren 83. En toen had Kruijbeke. Direct een structuur tekort, een miljoen kaskrediet, euro. Dat zijn 40 miljoen aan toen aan geld en kas tekort. We hebben dat opgelost in een tijd met zelf investeren, privé, omdat we in het kleine deel kunnen zeggen, maar ook door heel creatief te zijn, bijvoorbeeld, zijn we toen begonnen met het werkgestelde werklozen, DAC, zonder tijdelijke kaders, gewetensbezwaarde dienst te nemen. Het zijn allemaal instrumenten geweest. Waar we toen de tijd kunnen werken hebben en stilaan terug dat verlies opgebouwd. We hebben dan op die termijn van zoveel jaren hebben we momenteel een patrimonium opgebouwd om u tegen te zeggen. En waar anderen nu zeggen van, we gaan het verkopen. Dus er is de voorbije 30 jaar heel goed bestuurd en gespaard en geïnvesteerd in gebouwen. En niet in gebouwen alleen die zeggen van, daar staan voor een sporthal die je toch niet kunt vervreemden. Nee, we hebben ook gebouwen die kunnen opgezet worden. In kapitaal in Gent, in de kieperen gemaakt worden. Maar voorbeelden van in Pelmonde bijvoorbeeld, Overdam, Vierhuis, Nederstraat en Nus. We hebben het Varkenskerk Pelmonde, dat dus allemaal bouwgrond is. We hebben hier in Kruijbeke
de kapelstraat bijvoorbeeld, dat ze allemaal nu gekocht hebben in de tijd allemaal. Dus waar nu kinderopvangen zitten, dat zijn twee woningen. En zo omzetbaar toch naar twee woningen. Dus we zijn daar eigenlijk zeer fier op. We hebben daar zwaar geïnvesteerd en dus goed bespaard. En wat nu zegt, we gaan gaan verkopen, daar houden we hard voor vast. Maar dan zou ik zeggen, we waren in trend aan het voortgaan. En als we de voorbije legislatuur geen pech gehad, een enorme pech. Want we hadden daar een dossier klaar waar wij 1 miljard van de Vlaamse overheid konden goed krijgen. Dat was onder andere dus de analogie van de Beurt in Beveren. Die hebben dus een kenniscentrale en die ontvangen geld. En die verenigheid dus van de drijfkracht daar gebruikt wordt. Als wij het slimme idee van gaan zeggen. Het slimme idee. Het idee van we gaan daar dus evenredig iets tegen plaatsen. We gaan die voetbal aanleggen. Die wordt groen verzet. En we gaan dus evenredig bij groen verzet een belasting naar het wet. En dat Kruipbeke 1000 miljoen per extra vlak wil opbrengen. Dat is een miljard. Dus dat gaat over 5000 euro moeten kunnen gerealiseerd hebben. We hebben dat gemist. En ik ga dat niet plegen steeds wel gaan over van hoe het komt eigenlijk. Maar wel door een beetje indiscretie hadden wij alleen geweest, hadden we dat geld binnengehaald. En dan voor Kruipbeke de geschiedenis gelijk anders geweest. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Dus het is vrij gemakkelijk natuurlijk, als je zo zit en men voelt zich sterk in de groep en dan gaat men in groepen. Ik denk dat ook het begin zijn met de jeugd eigenlijk ook van dus gedisciplineerd hebben en respect hebben. En gewoon kunnen luisteren naar wat er verteld wordt. En want ik heb ook nog, er is een manifestatie voor de deur van het gemeentehuis, ben daar aan het gezegd, de man dat geweest. Het zijn allemaal zaken waar we niet fier op moeten zijn, in tegendeel. Er zijn mensen die werken voor de gemeente en ook voor de jeugd. Hè. Maar als we kijken wat voor de jeugd geïnvesteerd hebben, daar gaan we straks over nakomen, maar de voorbije statuut hebben wij 40 miljoen gestoken in één jeugdlokaal in Basel alleen al. 40 miljoen. We hadden toen iets in Basel, aan de sporthal. Het gebouw van Kilo Basel daar is compleet gevouwd door de gemeente. Al dat er gegeven wordt voor de rest geïnvesteerd is in jeugdlokalen, komt ook een groot stuk van de gemeente bij. Maar ik wil samenvatten dat je kort, als het gaat over de begroting, het toch zeggen van deze begroting, want men praat over een put in Kruipbeke. Momenteel is er nog altijd geen financiële put in Kruipbeke. We hebben in Kruipbeke op de huidige begroting, die nu is ingediend, laatste voetbalswijziging, 1.500.000 euro overschot op de gewone dienst. Nog altijd. En daar in die begroting is nog niet afgetrokken de minuitgaven die gebeurd zijn. Is alleen maar aangerekend de meeruitgaven op begroting aangepast. Dus Kruipbeke. Ook ons meerjarenplanning die verplicht is bij die begroting na 3-4 jaar verder nog, is nog altijd in evenwicht. Dus niet te sterk overdrijven van te gaan zeggen dat Kruipbeke vierkant failliet is. Dat overal dat we al 30 jaar horen, maar dus eenmaal niet het geval is. Kruipbeke heeft zijn mogelijkheden. Maar Kruipbeke is een moeilijke financiële gemeente omdat wij geen bedrijven hebben. Dat is heel duidelijk. Als we morgen dus een heel groot bedrijf hebben in Kruipbeke. Goed, meneer de burgemeester, ik ga je onderbreken. Ik denk inderdaad dat de essentie van uw boodschap is, het ziet er niet zo desastreus uit als men het voorstelt. En het had er veel beter kunnen uitzien. Ik zit hier met een dubbel gevoel eigenlijk. Nee? Ik voel me nou eigenlijk altijd burger. En eigenlijk zit ik hier aan beheerlijk een politiek mandaat. Nu, de rode draad door die verkiezingscampagne is altijd de financiële toestand van de gemeente. Ik heb al de programma's van allemaal de partijen die bekeken en die mensen beloven eigenlijk nog altijd heel veel. De vraag die ik me stel, hoe ga je dat betalen? Ik als burger ervaar nog altijd dat die de hoogste belasting, de personenbelasting is, 8%. Als er onroerende voorheffing komt, ik moet een deel van mijn pensioen afstaan. Nee, dat is 1.950 op zijn kiemen. De oerste van Vlaanderen. Hoe ga je dat allemaal onderbrengen? Hoe ga je alles verwezenlijken als er geen geld is? Nee? Ik denk dat je toch eens. De fusie was waarschijnlijk een beetje was een idee van iemand die aanwezig is. Dus, daar komen we nog op terug. Ah, oké. Okay. De Beveren staat er niet op te springen natuurlijk, om die financiële put over te nemen. Welke schuld hebben wij als burger in de gemeente? Dat is ook niet wissel. Dus u treedt vooral de twee andere
bij dat het wel een penibele situatie is. Geldt dat ook voor het kruidexponaat? Ja, meneer de moderator, ik wil eerst zeggen dat het financieel beleid, dat dat ook een van onze hoofdpunten is. Om niet te zeggen het hoofdpunt. Dus ik ga daar van deze gelegenheid een beetje buig over maken, want straks krijg ik het ook door. Dus daar ga ik het niet op ingaan. Maar ik wil wel op aansluiten wat er al gezegd geweest is door de voorgangers. En ook wat ik gelezen heb in de pers. En ik begin met de lijst via de NER. Die mensen die denken niet aan besparingen. En via de NER bestaat niet. En via de NER bestaat niet. Toen spreek ik nog altijd over de NER. En wij gaan naar verkiezingen van de N-VA. Oké. Langs de andere kant heb ik gelezen dat CD&V spreekt over besparingen. Maar tamelijk vaak. Men gaat niet zo ver om in detail te treden. Je kan daarin komen. Uiteindelijk hebben wij nog geen begroting van 2013, wat ook normaal is. Maar dus, er is langs de kant nog niets naar voren. Daar kan ik in komen. De enige partij waar ik heel veel sympathie voor heb, wat betreft het financiële aspect, dat is mijn rechterbuurman, met Samen voor Kruijbeke. Die mensen die zeggen dat er moet bespaard worden. En tezelfde tijd zeggen ze, wij hebben daarvoor 12 jaar nodig. 2 termijnen. Maar dat is voor mij te ver. En dan uiteindelijk mijn linkerkant, Kruijbeke Plus. Die mensen die, vind ik, hebben een stuk van ons niet gestolen, maar minstens overgenomen. Namelijk het verkopen van de gronden, van terreinen, van gebouwen enzovoort, is iets dat wij al in de tijd gesproken hadden met die mensen. Want wij hebben met die mensen in het begin gepraat en gezegd welke onze doelstelling was. Dank u wel. Ik kan dat ook niet. En ik aanvaard dat niet, meneer de moderator. U heeft gelijk, maar ik kan het publiek in het algemeen vragen om beschaafd te blijven. Het gaat natuurlijk om enkele enkelingen, maar ik geef de boodschap toch maar mee. Ik wilde toch nog even reageren. Er is juist gesproken over Belgische vangen en euro's en dergelijke. Om het duidelijk te stellen, ging het over een 25 miljoen euro die de gemeente niet zou ontvangen hebben. Nu, het is zo dat wij met CD&V steeds ingestemd hebben. We hebben meegestemd om die belasting te kunnen heffen. Nu, dat is niet gelukt en het is de Raad van State die dat tegengehouden heeft. Nu, de Raad van State die baseert zich op de wet. Nu, wie zijn wij of wie is er iemand hier die zich boven de wet kan staan? Uiteindelijk is het zo dat we de lotto niet gewonnen hebben. He? Als je de lotto wint, dan kun je doen wat je wilt. We hebben het niet gewonnen, dus we kunnen niet meer doen wat we willen. Vandaar moeten we zien wat we doen met de financiën, kom terug op dat van daar juist, en we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Er is hier al een aantal keren gesproken over patrimonium. We hebben bijvoorbeeld een aantal huizen die we vanuit de gemeente verhuren. Eigenlijk is dat een sociale functie, is dat niet de kerntaak. En zouden we dat eigenlijk kunnen doorgeven aan een sociale bouwmaatschappij, zodanig dat die mensen die er wonen aan iedereen dezelfde voorwaarden zouden kunnen huren, maar dat dat de kerntaak van de gemeente eigenlijk niet is. Dat wil ik hier nog even zeggen. Meneer Stassen, uw reactie op wat u gehoord heeft? Kijk, ik vind het al een ongelofelijke verwezenlijking dat we in Kruijbeke deze verkiezingen kunnen laten gaan over de uitgaven en de financiële toestand. Meestal gaan verkiezingen over beloftes maken en vooral kaders achterlaten. En dat is een verdienste die belangrijk is in deze verkiezing, dat wij niet meegedaan hebben in het populisme. En het feit dat mensen dat ook aanvaarden als boodschap, vind ik een ongelofelijke verwezenlijking en een ongelofelijke, moet ik zeggen, het feit dat jullie dat ook zo aanvaarden, vind ik van een democratisch hoog niveau. Ten tweede, de geschiedenis van het verleden, dat heeft zijn rechten, maar daar pakken we niks mee. Het gaat niet of we nu een miljard of een miljoen of ik weet niet wat verloren hebben in het verleden, daar gaat het niet. Het gaat het niet over. Het gaat over de toekomst. En de toekomst is gewoon zo dat we structureel in een tekort zitten als we zo blijven doordoen.
En we kunnen het niet meer oplossen met eenmalige maatregelen. Dus we moeten het oplossen met besparingen op structurele investeringen. Dus dat betekent in mensentaal gezegd, als we niks doen, gaan we inboeten op de kwaliteit van de wegen. Ze gaan nog slechter worden. We moeten inboeten op de uitbouw van fietspaden. We moeten inboeten op investeringen voor jeugdlokalen. Dus we gaan iets moeten doen. En wij gaan dus een aantal zaken aanpakken. En we, we hebben daar een financiële avond in juni over gegeven, hoe dat we het gaan doen. En het feit dat dat een thema is geworden, vind ik al een ongelooflijke realisatie. En ja, vroeg nog om te mogen reageren. Een korte reactie mag eventueel nog. Duidelijk stellen dat hier de toestand van Gruijbeke gefinancierd is niet zo zoals men nu eigenlijk voorstelt. Het tegendeel. Hè. Wij zijn aan een kentering bezig. In het OCMW komt daar ook een sanering bij door het feit dat dus het RISIF ingezet als ons te weinig betaald hebben de voorbije jaren. Dat is ook een enorm bedrag dat er dus gaat afstaan van de komende jaren van die last van het OCMW. Maar wij leveren dienst aan de bevolking en wij gaan dat zonder moeite. Al dat verhaal van dat faillissement van Gruijbeke heb ik al 30 jaar gehoord. De mensen hadden geen brief gekregen toch? En wat de belastingen betreft, wij betalen dus 8% belasting, is minder dan sommige gemeentes. En die 17.150 is niet het hoogste van Vlaanderen, er zijn er nog veel meer zijn dan dat. Dus we zijn aan de top van de belastingen. Maar, ik engageer mezelf en heel duidelijk zeggen, wij pleiten zelfs voor belastingsverlaging en belastingen afschaffen. En natuurlijk, besparen, dat zou men op het groep hebben dan vertellen, we gaan besparen. Ik wil dan graag een keer horen waar men gaat besparen, waar men gaat insnijden. En als het gaat over jeugdlokalen, over de sport en dergelijke meer, dan moet niet bespaard worden, want dat is buitengewoon een dienst. En die repercussie daarvan op de gewone dienst, dat is heel minimaal, dat zijn peanuts voor een stuk eigenlijk. Het is niet de last die wij betalen aan de leningen per jaar die ons kwaad doen. Het is gewoon de last per jaar van loonlasten en dergelijke meer werkingskosten die te zwaar zijn. En daar is het gewoon hier ook dat wij te weinig inkomsten hebben. Wat dat investeren betreft, het woord slim investeren, we hebben dat al een jaar gebruikt. We zeggen daar, we werken met de privé samen. We hebben daar mooie projecten voor. Ik heb ook een heel laten zien. We hebben al mooie projecten klaar die klaarstaan en waar dus privéfinancierders voorstander voor zijn. En dat graag we doen in Gruijbeke. Dus ik hou niet van, ik vind het spijtig dat we zo die sfeer hebben van dat Kruibik een drama is. Het is niet waar, hè. Er is geen drama in Kruibik. Ik zou willen voor alle duidelijkheid zeggen. Wij hebben nooit het woord faillissement van Kruibik in de mond genomen. Degene die de mond heeft genomen is de professor uit Brussel, die altijd door de N-VA te raden wordt geroepen als het over openbare financiën gaat. Die heeft in de krant gezegd, Kruibik een virtueel failliet. Dat komt van hem. Eén. Ten tweede, als je ontverlogend dat er financiële problemen zijn, sorry burgemeester, dan ligt je nu. En je moet het spel eerlijk spelen. We kunnen er meer doen leggen in het verleden. Vertel dat de mensen. En natuurlijk gaan we nog dingen kunnen realiseren, maar dat kunnen we niet meer gaan doen zonder andere dingen af te schaffen. En dat debat moet je durven aangaan. Dus alsjeblieft, leg ons niks in de mond dat we niet gezegd hebben. We hebben gezegd, het is financieel zeer moeilijk. En we kunnen niet vorder op de manier zoals we bezig zijn. Dus we moeten structurele zaken gaan ingrijpen. En dat debat moet je durven aangaan. Niet over het verleden en niet over het faillissement spreken. Dat is uw professor dat dus niet dat gedaan heeft. Het is al 30 jaar genoeg. Ik mag ik aandringen op nog een laatste korte reactie, meneer burgemeester, en dan nog een korte reactie bij Kruijbeke Plus. Wanneer ik ben nog meer beschouwing laten met de mensen in de zaal. En het is vrij gemakkelijk als je doet met een aantal mensen van een bepaalde groep en die dan zo gaan de sfeer gaan creëren. Ik heb ook een keer in de wijk, ja, maar dit is zojuist, moet een kat noemen, moet even eerlijk zijn. Ik heb ook een keer in de wijk geweest en dan is het daar bomen gebeld, want ik ging over de bomen in de weg terug stonden. En toen ik al gezegd had, zat in de Noordzee in het kasteel. Toen werd daar gepraat over, moeten de bomen eruit? Iedereen zei, ja, de bomen moeten eruit, de bomen moeten eruit. En toen zei ik, ja goed, wat gaan we dan doen? Zei, we gaan de bomen eruit doen. Alleen ging ik een tas koffie drinken en toen kwam daar van de zaal bij mij en zeggen van, voor mij moeten de bomen niet uit zijn, want ik kom maar mee met die en zo voort allemaal. Het is het gevaar van een sfeer te gaan scheppen en te gaan zeggen van, dat is nu een keer het juiste thema. Ik blijf erbij. Op mijn woord van eer, dat zei ik heel duidelijk. Dat Kruijbeke de toestand, eenmaal die faillissementen zijn die gezegd dat ook niet gebruikt, maar dus niet zo dramatisch is zoals gezegd wordt. Dat mag ik verkeerde over je professor Matthijs daar. Die man is compleet mis.
Daar gaat het eigenlijk over. Ja, en de professor kan mis zijn. Eerst en vooral, tweede zaak. Hij praat over de leningslast van de gemeente. En dan gaat hij kijken naar Temse bijvoorbeeld. Kruipheden heeft geen enkele lening met een termijn langer dan 20 jaar. Temse heeft leningen op termijnen van 40 jaar. Dat is veel gemakkelijker, hè? Als je leningen 20 of 40 jaar, dan de volgende generatie belasten. En dan gaat die professor praten over dat wij te veel personeel hebben. We hadden toen op dat moment een dienstencheck in bedrijf. Dus kuisvrouwen in dienst van een dienstencheck. En die hadden erbij geleden. Dat kun je ook echt niet zeggen. Ik dank u. Het is duidelijk dat er een tegenovergestelde visie is over hoe de situatie is. Afsluitend moet ik nog het woord geven aan Kruijbeke Plus, ook de vraag om het kort te houden. Ja, uiteindelijk is het duidelijk dat je als burger van alle getallen rond jongeren krijgt te zeggen. Hè. Je hebt je gezichten, hè, en je gelooft van alles, hè. Maar uiteindelijk, de cijfers zijn daar. Hè. De schuld per inwoner is 1.330 euro. Maar dat is niet veel. Oh nee, dat kan. Als je de vergelijking maakt met de andere gemeentes, staan we wel in je oor. De uitstaande schuld van de gemeente is 21 miljoen. De totale schuld van het OCMW is 13 miljoen. En de totale schuld per inwoner voor het OCMW is 824 euro. Dat zijn getallen die je terugvindt in het profiel van de gemeente, update onlangs. Dus als burger, hoe moet je daar, als je kunt deze hoort, ja, je maakt de mensen wijs wat je wil eigenlijk. Van burger is het moeilijk om het allemaal te ontcijferen. Dus daarom wil ik in het systeem geraken om eens te bekijken hoe je dat de voorbije jaren allemaal gedaan hebben. Iedere burger kan dat, hè? Goed, het financiële thema, het is duidelijk wie welk standpunt heeft en het is duidelijk wie de dingen op welke manier beschouwt.